Lieve mensen, vandaag ben ik hier met een kaartlegging voor de maand oktober, de eerste in de rij. En vandaag is het voor het sterrenbeeld boogschutter. Dus lieve boogschutter, dit is dus jullie kaartlegging voor de maand oktober. En dus het onderwerp waar deze kaart over gaat, gaat over overvloed. Overvloed heb je in vele vormen. Dus in de vorm van geld, in de vorm van liefde, vriendschap, geluk, hulp die je krijgt van mensen. Dus dat is allemaal overvloed. Ik kreeg dus, normaal vraag ik altijd één kaartje die dus wat meer zegt over de situatie, dus voor de maand oktober. Maar ik heb er dus drie gekregen. En drie kaartjes die dus allemaal samenhangen. Dus de eerste kaart die ik kreeg is deze. Dus de tent. En hier staat er dus, het gaat om een tijdelijke situatie. Dus deze situatie waar je dus in bent in de maand oktober, is dus maar tijdelijk. Dus niet blijvend, maar tijdelijk. Ik kreeg dan ook deze kaart, de treurwilg. En hier staat er dus, familieproblemen. Er is verdriet rond familie. Dus het kan zijn dat er in de familie bepaalde problemen zijn of misverstanden. En ik denk dat het gaat inderdaad om misverstanden. Want hier staat er dus de muur. En hier staat er dus misverstanden. Dus echt wel verkeerd begrepen worden of anderen verkeerd begrijpen. Dus er speelt daar iets in de familie. En dat kan misschien gaan over geld. Dat kan natuurlijk, want hier hebben we dus de munten. Dus er speelt iets in de familie die je wat zorgen heeft. En ik zeg, deze kaartlegging is voor de boogschutter. Ik wil het er ook nog eventjes bij zeggen dat het dus inderdaad wel geldt voor bepaalde boogschutters. Maar misschien ook niet voor iedereen. Het zal ook niet met iedereen resoneren. Maar als het niet met je resoneert, neem het dan niet te letterlijk, maar neem gewoon de boodschappen mee die dus wel resoneren met je in deze reading. Dus het kan dus zijn dat het inderdaad voor bepaalde boogschutters wat moeilijk gaat in de familie. En dat was de eerste kaart die ik erop kreeg, is de keuze. Dus je staat waarschijnlijk voor een keuze. Dus vrije wil, moed, wilskracht en verandering. Dus het kan zijn, lieve boogschutter, dat je dus een bepaalde keuze mag maken. En ik kreeg er ook een tweede kaart op die dus zegt, luister hierbij naar je intuïtie. Dus luister naar wat je intuïtie je ingeeft en zo kan je dus ook de juiste keuze maken. Hier staat er dus bij, vertrouwen, inzicht, bewustzijn en begeleiding. Dus je krijgt dus begeleiding via je intuïtie om die keuze te maken. De volgende kaart die ik hierop kreeg is deze. Wees een licht voor andere mensen. Dus het kan zijn, lieve boogschutter, dat jij dus echt wel die misverstanden mag oplossen. Dat jij de eerste stap mag zetten. Dat jij een licht mag zijn voor andere mensen om hen te helpen. Dus in dit geval je familie. Jij hebt een krachtige boodschap die je mag delen. Dus schijn je licht op de wereld, zodat anderen kunnen van je leren. Dus jij hebt waarschijnlijk het juiste zicht op deze situatie. En jij weet misschien ook al hoe je dit kunt oplossen. Je mag misschien een gesprek starten met je familie of je familie samenbrengen, zodat er kan gepraat worden. Dus wees een licht voor andere mensen. Dus laat je licht schijnen, lieve boogschutter. Ik heb het gevoel dat jij echt de stap mag nemen om tot verzoening te komen. De tweede kaart is deze. Wees niet bang. Heb geen angst. En hier staat er dus, angst is een val van het ego. Laat aartsengel Michael je helpen om zijn zwaard van licht te gebruiken om je dus te bevrijden van gevoelens die je dus terughouden. Dus misschien ben je bang om dat gesprek te starten.
Misschien denk je, ja, ik zou het me beter niet aantrekken, dat is niet goed, of ik ga dan de schuldige zijn. We hebben het van je gevraagd om echt niet bang te zijn en echt wel de stap te zetten. Je wordt begeleid door de engelen, ze staan achter je, dus laat aartsengel Michael je ook helpen om negatieve gevoelens bij je te verwijderen. Heel belangrijk. Dan de laatste kaart is deze. Nee, het is nog niet het juiste moment. Dus nu is het misschien nog niet het juiste moment om onmiddellijk in te grijpen. Maar via je intuïtie zou je dus ook weer begeleiding krijgen en tekens krijgen wanneer het dus het juiste tijdstip is om actie te nemen, om dat gesprek te starten. En het kan misschien zijn dat er dan misschien iemand iets zegt waardoor jij hier kan op ingaan en zo een gesprek kan starten. Dus dat kan al een juist teken zijn. Dus dit is nog niet het goddelijke moment om actie te nemen. Maar wees geduldig, de mogelijkheid zal wel wat dichterbij komen. Dus ja, inderdaad, het kan een teken zijn als iemand iets zegt die daarmee te maken heeft dat jij hierop inspeelt en een gesprek start. Dus dat kan al een duidelijk teken zijn om hiermee aan de slag te gaan. Of misschien als je iets doorkrijgt via je intuïtie. Een bepaald idee of zo. Of een bepaald scenario. Of wat het ook is. Dat je misschien plots een idee krijgt dat je een bepaald iets moet zeggen. Dan is dat ook een teken om hiermee te starten. Maar echt, jij mag echt de stap nemen om vrede te krijgen tussen je familie, om misverstanden op te lossen en wees hierbij niet bang. Zo, lieve boogschutter, dat was dus jullie kaartlegging voor de maand oktober. Het is onmiddellijk een hele pittige om mee te starten. Ik wens jullie een hele fijne maand oktober toe. Dankjewel voor het kijken, voor het liken, voor het reageren en voor het delen. En ik zie jullie heel graag terug in een volgende video. Daag!